deze tutorial gaan we opzetten met een lange draad. Dat is handig om een koordje te maken of een goede onderkant van het vestje. Nou, je begint met een vrij lange staart, want je moet steken opzetten. Dat hangt of je nog een steekje op moet zetten. En je maakt een lusje, zoals je normaal gesproken ook altijd een lusje maakt als je gaat beginnen. Je hebt twee haaknaalden nodig. In mijn geval heb ik even een maat 3,5 en 3 genomen. En je begint met de dikste naald. Steek je in het lusje. Je trekt het lusje niet te strak aan, gewoon zo. En dan neem je de staart op je vinger en je neemt de draad van de bol op je vinger. En dan ga je starten. En dan begin je met de haaknaald. Ga je achter de staart langs. En dan ga je de draad van het bolletje weer gewoon opnemen. Niet haal je even zo met je vingers vast. En dan haal je de draad die aan de bol zit door die twee lussen heen, zoals je gewoon normaal haakt. Nou, dat is eigenlijk de steek. Dus je gaat achterlangs van de staart. Je pakt de draad van de bol op. Je haalt het even goed vast. En je haalt het door twee steken gemaakt. Dus achterlangs. Je pakt hem op. De draad van de bol. En je haalt het door twee steken. Zo, nou, stel dat dit er genoeg zijn. Dan pak je de dunnere haaknaald. Die steek je in. En nu ga je haken. En dan ga je haken op de bollen, hier zitten van die kleine bolletjes en daar ga je op haken. Dus dit is het veetje vooraan en dan hierachter, daar zitten die kleine, zie je, kleine bolletjes. En daar ga je op haken. Dus dan ga je de staart naar achter, een vrij lange staart, die je nog gebruikt. Kijk, hier zit zo'n bolletje, dan steek ik in. Als je in het begin even een beetje lastig kan, een beetje strak zijn. Daarom gebruik je ook een dunnere naald, omdat je dan makkelijker in het bolletje steekt. Kijk, hier zit zo'n bolletje. Die neem je op. En dan haak je de steek. Nou, en als je klaar bent, dan zie je dat er een hele mooie rand ontstaan is. Zie je een vrij elastische opzet. Bij gekruiste vaste haak je de eerste naald, de eerste toer haak je een vaste, een losse en je slaat er een over. Ik doe het even voor. Kijk, ik heb hier al een vaste gehad, moet even een losse. Kijk, ik begin. Een vaste, dan een losse. En je slaat een steek over. Een vaste, een losse en je slaat een steek over. Een vaste, een losse en je slaat een steek over. Een vaste, een losse en je steek overslaan. Dan komt de tweede naald. Bij de tweede toer haak je eerst, voor de tweede toer haak je eerst twee lossen. En nu doe je het volgende. Je gaat, je hebt hier zo'n losse boogje gekregen, omdat je er een overgeslagen hebt. Daar ga je in met de naald en dan haal je een draad op. Dan ga je die vaste, die raakt ook voorbij en dan kom je weer in een losse boogje. Daar haal je ook een draad omhoog. En die haak je samen, dus je haakt eigenlijk twee vaste samen en je maakt er een losse. Dan ga je in het laatste boogje waar je geweest bent weer een draad ophalen. Je slaat weer een vaste over en je gaat naar het volgende losse boogje. Daar haal je ook een draad op en die haak je weer samen en je doet weer een losse. Nu weer in die laatste waar je geweest bent, dan ga je naar binnen, dan haal je de steek op. Dan ga je naar de volgende losse boog, haal je ook een steek op en je haakt ze met z'n drieën samen en je geeft weer een losse. Dus in de laatste waar je het laatst geweest bent, in het volgende losse boogje, drie samen haken en een losse. Nou, zo ga je door. Tot het einde van de toer. En als je dan klaar bent aan het einde van de toer, dan begin je weer op dezelfde manier opnieuw. Dus die tweede toer, die herhaal je steeds.